Wij wilden als event, hè, dus ook dat je iets offlines kan bieden aan de studenten, wilden we een toffe denktank battle houden. Ja, en vanuit de hand meteen hele positieve reacties. En vanuit zowel bedrijfskunde als het CVVO ook een heleboel enthousiasme en ja, gewoon een hele toffe betrokkenheid. Dus ja, zo zijn we uiteindelijk bij IPKW gekomen en hebben we Innovate meegenomen als een voorprogramma zijn we nu. Uiteindelijk hebben we 10 mooie bedrijven gevonden die, ja, die zowel enthousiasme als ja, als energie met ons wilde delen, dus dat is hartstikke fijn. En ja, dat maakt dat een evenement met bedrijven, het bedrijfsleven meer laten zien, maakt ook dat studenten niet zozeer denken van ik moet naar een Utrecht of een Amsterdam, maar dat het gewoon de regio, dat je daar wat meer trots op bent. Dus dat is eigenlijk waar wij, ja, waarom wij ook dit evenement organiseren, maar ook het hele platform hebben ingericht. Ik doe bedrijfskunde meer aan de hand in Arnhem. We zijn dus momenteel bezig met het E-cluster en daarvoor doen we dus innovatiemanagement. Nou ja, vanuit de school is dus het idee ontstaan om samen met ondernemers uit de praktijk een idee te vernieuwen, zeg maar, of ja, een concept opnieuw te verbeteren of een aanbieding te geven. Wij zijn hier eigenlijk aan het innoveren met bepaalde vraagstukken en ideeën en daarom past het dus binnen onze opleiding. Er komen heel veel dingen op je af. Dan zie je ook echt hoe het in de praktijk gaat, hoe de ondernemers een beetje kan sparren. De theorie die je krijgt toe te passen op de praktijk, ik vind dat eigenlijk wel leuker dan elke keer die theorie maar krijgen. Door middel van social media willen zorgen dat mensen ja, de gewoonte aanpassen en dat ze minder onder invloed van alcohol of drugs ja, gaan rijden. Wij hebben bedacht om een campagne te verzinnen of op te starten door middel of met behulp van YouTubers en social media, dat mensen uiteindelijk dan hun favoriete YouTuber, DJ of zangeres kunnen ontmoeten met een meet and greet, met als voorwaarde dat ze nuchter zijn op een nuchter festival eigenlijk. Wat mijn rol vandaag is ik heb eigenlijk 2 mooie opdrachten gemaakt voor de studenten. En ik probeer ze nu te inspireren en ze op weg te helpen om ja, van hun uit mooie oplossingen voor ons te verzinnen. Nou, ik heb vooral verwachting dat het een hele nieuwe groep is die op een hele verrassende manier naar een vraagstuk kijkt. En dus ook ons dingen meegeeft waar wij misschien helemaal niet bij stilstaan.